iets op. En waar wij ook die dame. Ja. Teken. Vertel. Vertel. Klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Het is 20 graden, dus wat ben je dan weer? Ja, maar jongens, waar is hier? Nee, dat laatste stukje moet je dan ook met de bus. Hier kun je gewoon over de kam. Flauwekul. De route aan het bepalen? Nee, we zitten goed. We gaan naar Hoogvliet doen. Oké. Overal goed daar? Ja, kijk maar, het is overal wit. Ja, oké. Ja, wat zou ik maar zeggen? Als het nou iets nieuws was. Oké, ik heb hem wel een appje gestuurd, maar hij ja, ik heb hem aan de telefoon geopend. Hij komt naar boven. Okay. Martin, reisleider, wat heeft u commentaar op deze moeilijke situatie voor de groep op dit moment? Het valt wel mee. Als dit het meest moeilijke van deze week gaat worden, dan valt het wel mee, toch? Oh ja? Eén persoon lost, one man lost. Eén of de negen? Just one. Het is te warm. Het is te warm? Ja. Kan het hoofdbestuurder wat aan doen? Ja, een betere locatie te plannen. Ja. Man, wat hebben we lang op jou moeten wachten? Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Ik denk dat ik de afslag gemist heb naar de Holz Alp. Eentje. Geweldig gebied. Lange afdalingen, goede sneeuw, mooie zon. Ja. Prima. Mooi. Dus standaard omstandigheden voor de heerski. Ik kan het me niet anders herinneren. Koffie voor de lunch. Ja, koffie voor de lunch. Een gevalletje. Ja, Martin doet een naadloos verslag. We zitten voor de tweede keer in deze lift. Ja? Want ik niet zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk. Ik heb geen keuzes. Wat is dit? In twilight, glow I see. Blue eyes cry in rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like dying in the dark. Ik ga de zwarte afdaling. Dat is wel een leukje kind hebben we. Hoog boven het dal, Zillertal. Daar in de verte zie je het Inntal. Ja, dat loopt zo. Klopt nog steeds. Oh, ja, ja, toch wel. Ja. Nee, anders komt een eind. Ja, zeker. 4-4. Ja.
donkere impressie van het hotel. Jan was een hele gang, hè, met ontbijt. Ja. Want jij bent er nog niet. Moeten we hier nog doorheen. Goedemorgen allemaal. Allemaal lekker gegeten. Allemaal lekker gegeten. John ook. John ook. Ja. En Jan ook lekker geslapen ook. Ja. Uitzicht. Oké, ik ben bijna op. Jeetje, jeetje. Dus je gaat in de bus nog even wat mediteren, Kees? Mediteren, ja. De Art of, hoe was het ook weer? De Art of Inner Ski? Ja. Kees heeft uit een boekje, ja, hoe heet het? De Centered Skiing. De Centered Skiing. Centered Skiing. Aandacht. Ja, Kees die vraagt aandacht voor de Art of Centered Skiing. Art of Centered, dat is en, iets wat meditatief. En dat schijnt heel bijzonder. Die kennen we. En het kan zelfs besteld worden bij Kees. Oh, besteld ook. Ja. Ja, zoiets. Ik verkoop vooral mijn boeken. En dit boek een paar keer verwijzen naar andere boeken. Het is wel een ingewikkeld klinken. Ingewikkeld klinken? Maar het is sowieso al moeilijk, hoor. Dan ook toch zo'n moeilijk boek erbij. Moet je nog bij nadenken. Het zijn horken. 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 Ja. Ze snappen het niet, hè? Onontwikkeld pummels. Die niet willen leren. Ja, nou ja. Zit het land vol mee? Kees heeft net een college gegeven over de Art of Centered Skiing. En wat vind jij daarvan? Ja, dus met al je schoenen, je bindingen los. Matthijs. Ja, ja, ja. Kees is een groot voorstander van de Art of Centered Skiing. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je gebalanceerd skiet, ja. Maar wel met al je concentratie op je innerlijke zelf. Dat is natuurlijk gewoon gelul van een dronken aardlijn. Een van de opdrachten in het boek is, probeer te skiën als een lul met een dronken aardbei. Dat is eigenlijk de opdracht. Ja, dat is eigenlijk de opdracht. Dus je hebt dus eigenlijk heeft Matthijs ook wel weer gelijk, een beetje. Ja, Matthijs heeft het boek al geleverd, denk ik. Ja. Dat gaat helemaal nergens over. Ja, dat gaat er helemaal nergens over. Weet je wat het is met skiën? Skiën moet je met je ogen dicht kunnen. Skiën, je moet luisteren naar de sneeuw, je moet voelen wat de sneeuw wil. En daar je plan mee trekken. Dus wat heeft het nou met de innerlijkheid en zelf te maken? Ik wil even de angel uit het verhaal halen. Kijk, ik begrijp al wat er gebeurt. Dus Kees heeft nieuwe skis gekocht. Ja. En heeft hij even een goede match mee. Dus hij heeft veel meer gevoel met sneeuw. En heeft zijn van een vaag boekje gelezen. Ja. En dan denkt hij dat het dat is. Ja, ja, wat zei je dan? Follow the money. Toch eigenlijk toch weer. Ja. Ik denk, zal Kees ook een voorcursus verzorgen? Zo van, hoe vind ik de skiruimte? Een instapcursus. En als ik in de skiruimte ben, waar zijn dan mijn skis? Oh ja. En wat is de voorkant en de achterkant? En dat soort. Kees, daar zou ik toch meer behoefte van hebben. Er is grote belangstelling voor jouw cursus, The Art of Centered Skiing. Maar er zijn ook mensen die willen een soort een instapcursus. En met name om de eerste beginselen te leren. Dat is fijn, hè? Dat is fijn. Dan ga ik me rustig op voorbereiden. Ja, ja. Hey, nou, Koos, ik heb gehoord dat de echte cursus kost ongeveer 1000 euro. Oh. Maar dan krijg je wel een boek bij ter waarde van 250 euro. Ja. Wat vinden we daarvan? Nou, je krijgt er een boek bij. Met foto's. Met foto's. Het is wel een gerenommeerde auteur natuurlijk, ja, toch? Ja, ja, ja. 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 Dus,
hè, Kees? Ja, hij heeft ook het boek Centered Tennis geschreven en later Centered Golf. Die kopie golf erin. Ja, ja. Oh, hey, oh, kijk eens. Nou ja, dat is een nieuwe cursus. Het gaat om dezelfde principes. De Art of Centered Golf. We zijn vanochtend gestart hier met de bus naar Hoofdvuggen, de Holtzalm op. Toen van de ene berg naar de andere berg geswitcht, achter Jet. De wijdlopen, de hele mooie verwarmde lift, twee keer gedaan. Oh, dat is retenverwarming. Ja, precies. Toen met de 14 naar beneden, sleeplift omhoog. Toen de zwarte 6 naar beneden. Ja. Toen de Sella Shuttle weer omhoog. Ja. De 13 zwart naar beneden. De topjet omhoog. Ja. En toen doorgeskiet naar de koffie. Vierenhutte. Daar zitten we nu hier. Zitten we nu daar. Ja, kunnen we weer. Het is een boek van 40 jaar geleden en een heleboel ideeën zijn gewoon gemeengoed geworden. Zo. Weet je allemaal, maar toen niet. Nou ja. Dat boek heb ik dat is natuurlijk gewoon gelul van een dronken aardlijn. En toen ben ik, en toen was het inmiddels 12 uur of zo. Toen ben ik naar het terras gegaan en ja, er was een beetje veel herrie, maar is ook wel een tijdje uit te houden. En op een gegeven moment, en toen dacht ik van, na het terras, ik moet een, iets rustigs op zoeken. Oké, dat geeft niet hoor jongens. Ik zou het zouden. Ja. Het tegenovergestelde zou me ook verbaasd hebben. Dat jij hier lippen hingen. Ja. Kies voor ons. Oh, heb jij de? Ja, hij heeft hem. Ja, daarom. Mag hij de Nel erin gooien? Jezus, als ik dat geweten had. Het is schitterend weer. Weer compleet. Frank er weer bij. Frank er weer bij. En wat zou Frank ervan zeggen? Zoals gisteravond dat verhaal aan het eten, Frank. Het was een prachtig verhaal. Dankjewel. Ja, 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 ja. Zullen we nog even uitleggen waar het over ging? Nee. Het is geweldig. Behalve het lawaai 's nachts, ja. Maar verder in de puntjes. Oké. Ja. En Johnny, we gaan wel lekker knallen, toch? Of niet? Ja, jawel. Koos ook helemaal klaar? Ja, Robert.
Ik vind dat we hier in een strak schema zitten, joh. Strak weer ook, hè? Ja, het is een mooi gezicht in jouw helm, zeg. Ah, ja, dat prachtig. Is jezelf, prachtig. Zie je jezelf zeker? Ja, eigenlijk zie je alles weer kaatst. En Jan ook helemaal wakker? Nou, nog een beetje bang komen. Ja, 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 want ik redelijk op. Ja, want je neemt aardig afstand van de groep, zie ik al. Ja, ruimte, ik heb graag wat de balans. Ja, precies. Ja. Anders komen te veel in één kant te hangen. Ja, zie je wel. Oh, dat is. Ja, ja. Hoe ging die funline trouwens? Sorry? De funline. Lekker, lekker. Beetje remmen hier en daar. Ja, lekker vlotje doorheen. Ja? In de bocht het hellinkje op, neemt de snelheid uit. Wel oppassen, hè? Altijd. Ja. Altijd. Nog een afscheidswoord van? Nee. Nee, je weet, ik ben niet zo van de woorden. Niet van de woorden, niet voor de camera in ieder geval. Is it the thunder in the distance you fear? Will it help if I stay very near? Spaghetti Bolognese. Bolognese. En voor €6.90. Het was weer geweldig. Het was weer geweldig. Daarmee sluiten we af. Is there a secret you can tell everyone? Do you know more than men that are wise? Can you see what we all must disguise through your loving eyes? Is dat gewoon 3 dagen fantastisch weer is geweest. Ja. Goed geregeld. Ja, ja. Applaus. Het kan ook 3 dagen sneeuwen. Had ik ook goed gevonden. Ja. Follow me where I go, what I do. Martin, waar gaan we naartoe? Martin, waar is hier het toilet? Wij willen nu koffie. Kijk, daar gaat onze leider. Rijkszorg hebben we niet. Dus één strategie: incorporeren met het bestuur.
Ja. Want het probleem ook opgelost. Hij wordt bestuurslid. Dat is mogelijk, hè? Zo. Ja, applaus. Op Guido. Onze herenski-finoloog. Finoloog, ja, dat is zo. Zoon die zijn eigen huis nog te hebben. Ja. Ja, heel goed. Nou, Robert, die vroeg, wil jij nog even het hoofdbestuur bedanken? Wat ik natuurlijk spontaan doe. Spontaan en met heel veel genoegen doe. Maar alle gekheid, Kees, jongen. Top. John. Jongen. Top. Dit is echt een goeie. Ik wil doen. Paal verlicht rijden. Ik heb er van bestaan niet afgeweten. There goes my heart, they're gone forever, so far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely know the heartache I've been through. Only the lonely know I cry for you. Maybe tomorrow a new romance. Valt jouw skimaten op dat je de laatste jaren beter bent gaan skiën? Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat het me eindelijk gelukt is niet meer na te denken bij het skiën. Hoe bedoel je dat, niet na te denken? Dat is toch gevaarlijk? Nou, dan moet ik me iets preciseren. Ik luister niet meer naar het stemmetje in mijn hoofd wat opkomt als het eventjes spannend wordt. Het is het stemmetje dat zegt van oké, stop, het is hier gevaarlijk, in de remmen. Maar als je dat doet, verlies je eigenlijk controle. Dus als je de bocht uit bent, moet je je weer corrigeren. En als de volgende bocht snel komt, nee, een stijve helling, moet je weer de andere kant op. Dus dan ga je fout. Is dat alles? Ja, eigenlijk is dat alles. Maar er zijn een heleboel trucjes en maniertjes om te zorgen dat het stemmetje wegblijft. Want door iets te gebeuren, komt het stemmetje weer op. Nou, een van mijn favoriete manieren is
om te doen alsof ik een koorddanser ben. En een tweede manier is eigenlijk te dansen met de berg. De berg is een partner. Een vrouwelijke partner, nog het mooist. En dan ga je, zeg maar, je probeert al in cadans de berg af te kalen. Je gaat een liedje zingen. Het kan een wals zijn, maar het kan ook een ander liedje zijn. En in die cadans, ja, je maakt dan, je gaat dan verder. Dat gaat heerlijk zo. En je maakt dan, als het ware, ook gebruik van de glooien en de rondingen van de berg. Daar ga je zo heerlijk ga je in. Dus je denkt er niet bij na, je zit met die cadans van, nou moet ik een bocht zetten. Nee, de muziek maakt het dan. Ik kan wel zijn, ik doe het ook al met de Yellow Submarine. We all live in Yellow Submarine, Yellow Submarine. Dan kun je versnellen. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Oh, Yellow Submarine, Yellow Submarine. Dat is de slalom. Nee, dat gaat dus sneller enzovoort. Ja. En een derde belangrijke methode voor mij is dat ik me inbeeld een dier te zijn. Dus op een blauwe helling, die vrij breed is en vrij snel gaat, ben ik een condor. Dus ik zweef van die bocht. Dus ik maak hem heel breed, wat hard. En dan ga ik zo zweven, doe ik ook echt mijn arm ook wel zo, ga ik zo zweven die bocht door. Ja, ja. Ik begrijp dat je al die skisuggesties hebt uit een boek dat je elk jaar leest. Ja, dat is, het boek heet The Centered Skier van Dennis McGluckage. Ik heb nu 2 exemplaren. Ik heb nog een poosje geleden gekeken van of het nog te koop was in de boekwinkel. Is niet het geval. Dus toen ben ik eens gaan kijken of het tweedehands te krijgen was. En toen zag ik bij Amazon dat het te krijgen was. Maar, schrik niet, voor een prijs van tussen de 180 en 300 dollar. Zo. Ik wou het niet geloven. Ik vertel tegen een aantal mensen. Ik heb een maandje later nog eens een keer gekeken. Ja. Toen was het 800. Echt waar? Door, 800 door. Maar het moet wel een goed exemplaar zijn. Dus dit is een redelijk goed exemplaar. Ja. Dat is toch niet gek voor een boekje van 15 euro. Ja. Ja. Nou Kees, een geweldig verhaal en ik wens jou een ongelooflijk fijne volgende skivakantie. Dankjewel. You got a day with your long legs.